Good morning allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben vandaag niet in Nederland of op mijn slaapkamer, maar ik ben op Nice Airport. Want ik ga zo meteen vliegen naar Londen. Voor iedereen die denkt, Bo, waarom ben je op Nice Airport? Nou, ik ben al 3 weken op vakantie in Saint-Tropez, dat is in Zuid-Frankrijk en dat is een uurtje van Nice vandaan. Dus ik vlieg vandaag daarom ook vanuit Nice naar Londen. Ik ga namelijk in Engeland naar een heel groot kroningsfeest. En als je de Trolls hebt gezien, dan weet je dat aan het einde van de film Poppy gekroond wordt. En vandaar dus dit hele grote kroningsfeest in Engeland, in gewoon een echt kasteel. Ook is het kroningsfeest de ere van een Trolls-serie die in augustus op Netflix komt. Dus super cool. Wij zijn net door de douane heen en we hebben alles al gehad. We hoeven alleen maar een half uurtje te wachten. En dan mogen we gaan boarden. Dus vinden jullie de video nou leuk? Dan zeker weten een duimpje omhoog. En heel veel plezier met kijken. Let's go! En het is nu tijd om aan boord te gaan van het vliegtuig. Heel veel zin in, yes! En we gaan nu met een auto, ja, een taxi, naar het hotel toe in Londen. Dus ik ben heel erg benieuwd. We hoeven gelukkig geen koffers te pakken, want we hebben alleen handbagage. Dus let's go! We zijn inmiddels in de hotelkamer. En het was best wel een lange rit met de auto, maar het is eigenlijk prima. Ik heb als eerste een hele leuke goodiebag al gekregen van het Trolls team wat hier aanwezig is. En het is echt super mooi. Het is een super groot pakket en het zat allemaal in dit tasje. En als eerste zit gewoon een boekje met wat informatie, een mutje en wat handschoenen, stickertjes... wat snoepjes, iets voor je haar, knuffels en een hele leuke etui met daarin allerlei stiften en nog meer stickers. Dus super leuk, dankjewel. We hebben net eventjes lekker gegeten en het is nu 4 uur, dus we gaan nu nog even Londen in om daar alles te verkennen. Ik laat mijn camera even thuis omdat het makkelijker is en heb ik ook minder spullen mee. En dan heb ik minder gevaar om het kwijt te raken. Dus ik spreek jullie straks weer en als ik wat leuks gekocht heb of iets anders gedaan heb, laat ik het jullie zeker weten. En we zijn weer terug in ons hotel na een lekker middagje Londen. Ik heb niks gekocht, maar het was wel heel erg leuk om even in de Oxford Street te kijken. En in alle leuke straten daaromheen. Ik ga nu veel dingetjes klaarmaken voor morgen, want ik heb ontzettend veel zin in het Trolls Kroningsfeest. Ik ben even mijn kleding aan het klaarleggen voor morgen. En het jurkje dat ik morgen aandoe is dit witte jurkje. En hij is heel erg cute. Het is een wit jurkje met een soort van kant. Heel erg leuk. En deze doe ik morgen aan. Mocht het wat te koud worden, dan heb ik ook nog dit jurkje, die heeft lange mouwen. Dus ik ga even kijken wat het beste kan. Voor nu ga ik lekker slapen. En dan zie ik jullie morgenochtend bij het Trolls Kroningsfeest. Doei doei! Good morning allemaal. Vandaag is de dag van het Kroningsfeest van Trolls. En ik heb mijn outfit verwisseld, want ik zou eerst een jurkje aan doen. Maar het is wat kouder dan verwacht. Dus ik heb gewoon een leuk topje aan. Die had Chris er ook aan, maar die was nog schoon, dus prima. En ik heb een grijze broek aan. Dit doe ik nu aan en we moeten nu beneden verzamelen om zo meteen met de bus naar het feest te gaan. Ik ben heel erg benieuwd en ik ga jullie vandaag meenemen. We zijn nu in het Trollsbos aangekomen. Super cool. We gaan hier een hele leuke wandeling doen en dan gaan we alles zien. Waar straks het Poppy's Kroningsfeest gaat plaatsvinden. En hier achter mij zijn nog allemaal mooie dingen, maar sommige dingen zijn ze nog aan het klaarmaken. Ik heb net ook wat opnames gedaan, maar dat is allemaal niet zo belangrijk voor de vlog. We gaan zo meteen heel erg veel leuke dingen doen en ik heb er heel erg veel zin in. Oké, ik ga zo meteen iets heel erg cools doen, maar ik ben wel een beetje bang. Ik ga straks namelijk in deze ballenbak springen en hij is super diep en groot, want kijk maar even. En ook gaan we nog een spelletje doen waarmee we trollsknuffels kunnen winnen, dus ik ben heel erg benieuwd. Laten we gaan! Thank you.
Het Kroningsfeest is inmiddels begonnen en hier achter mij zijn al heel erg veel mensen die leuk in de make-up gaan, lekker glitters op hun gezicht laten doen. Heel veel leuke stickers. Ik ga ook even alles verkennen en leuke activiteiten doen. Ik heb er heel erg veel zin in. Let's party! Dit was alweer het Poppy's Kroningsfeest en ik vond het heel erg leuk. Ik heb heel erg genoten van alle activiteiten, alle gezelligheid, al het lekkere eten. Ik vond het heel erg leuk. Hier achter mij zie je het kasteel, wat ik nu helaas ga verlaten, ondanks dat het heel erg mooi is. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Dus zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet je om niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei doei!